Welkom bij Verraté, vandaag gaan we de buikspieren doen. Buikspieren voor senioren en beginners. Laten we eerst ons eventjes opwarmen of doet een opwarming van calorie verbranden of het losmaken van het lichaam. Laten we starten met de rug los te maken. We brengen de borst naar voren en naar achter. 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 We gaan helemaal op ons rug liggen, plat op de grond. We brengen de armen voorwaarts, achterwaarts, naast de oren, boven het hoofd. En we brengen de armen naar voren en we kijken. We kijken recht voor ons uit. En we gaan terug naar achteren. En we kijken terug recht voor ons uit. Voor ons uit. Het gaat over beginners en senioren. We gaan de buikspieren heel traag opbouwen en naar boven. We gaan dit nog twee keer doen. De schouders van de grond. Probeer de schouders van de grond te hebben. En terug naar achteren. En terug naar voren. En terug naar achteren, laatste maal. En terug naar voren. Goed de schouders heffen van de grond. We plooien de knieën, brengen de voeten op de grond. En we leunen op onze handen. Of op onze elleboog. Gelijk je het beste voor u past. Ja? Breng één been naar boven en andere been naar boven. We houden dit en kunnen tellen. 5, 4, 3, 2, 1. En we strekken. En terug. 5, 4, 3, 2, 1. En we strekken. En terug. We gaan proberen de armen één voor één los te laten. Eerst de ene arm, dan de andere arm. Als het vandaag niet lukt, volgende week of binnen twee weken of binnen een maand is ook goed. Eerste arm en tweede arm. We proberen zo 8 tellen te blijven staan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en los. Volgende. We maken ons blijf terug op onze handen. We steunen op onze handen ofwel zo, ofwel zo, ofwel de elleboog. Gelijk je het beste wilt. We heffen de benen terug van de grond. En we strekken en terug. En we strekken en terug. 8 maal. 3 en terug. 4 en terug. 5 en terug. We doen de oefening heel traag, zodanig dat je de oefening heel correct kunt uitvoeren. En laatste maal. En terug. Andere been. 1. En terug. Strek en buig. Strek, probeer dat heel recht te houden. Hè? Strek en buig. Strek en buig. Strek en buig. 5. 6. En buig. 7. En buig. 8. En buig. We gaan ons even ontspannen. Breng de armen. Omhelzen de knieën, de armen. Even ontspannen. En we brengen de volgende oefening. Volgende oefening.
Terug op handen, op elleboog, uw handen zo of zo, gelijk het voor u het beste aanvoelt. Nu gaan we allemaal afwisselend de been naar beneden en naar boven. Ja? Been naar boven, naar beneden. 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 Boven, beneden. Afwisselend de benen rechts en links. Buikspieroefeningen voor beginners. Voor senioren. En nu afwisselend eventjes van de grond en terug. 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. En terug afwisselend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. We komen terug recht, iets verder recht. Voeten plat op de grond. Beetje naar achter. Armen voorwaarts. En we gaan tikken op de grond en terug naar voren. Andere kant tikken en terug naar voren. Tik, terug naar voren. Andere kant tik en terug naar voren. Tik en terug naar voren. Tik en naar voren. Tik en naar voren. Voeten plat op de grond. 5, 4, 3, 2, 1 en zo blijven. Ga nu eventjes naar achter en naar voren. Begin eens. Handen op de grond en huift met je handen mee naar voren. Achter en naar voren. Als je kunt, één hand weg en een tweede hand weg. Naar achter, naar voren. Naar achter, naar voren. Naar achter, naar voren. Naar achter, naar voren. U mag steunen op uw handen. Achter naar voren. Het is geen wedstrijd. En naar voren. Naar achter en naar voren. Naar achter en naar voren. U mag steunen op uw handen. En naar achter en naar voren. Nu gaan we naar achter, naar voren en zijwaarts. Terug naar voren, naar achter, naar voren en zijwaarts van de weg. Naar achter. Naar voren en zijwaarts. Naar achter, naar voren en van mijn weg. Naar achter, naar voren en zijwaarts. Naar achter, naar voren en van mijn weg. Naar achter, naar voren, naar mij toe. Naar achter, naar voren, van mijn weg. Naar achter, naar voren, naar mij toe. En laatste maal. Naar achter, naar voren en van mijn weg. We omhelzen, wij ontspannen. En we omhelzen weer ons knieën, ons scheenbeen en we rusten weer even uit. En dan plat op de grond. Armen naast u, of zijwaarts, of achter het hoofd, gelijk gewenst. Activeer mee de bovenkant. Dus je mocht u vasthouden, zoveel dat je wilt. We brengen afwisselend één been en andere been. Afwisselend. Activeer de bovenkant. Is het te veel gevraagd, blijf je plat op de grond liggen. Afwisselend. Afwisselend. Activeer de bovenkant. Je mag je ook goed steunen naarmate dat je het nodig hebt. Je mag ook je billen vasthouden. We zijn tenslotte beginners en senioren.
5, 4, 3, 2 en 1. We gaan nu opzij, rol naar voren, kom op je zij, rust op je ellebogen, twee knieën bijeen op 45 graden en we gaan de zijplank doen. We gaan 8 tellen, onze heupen heffen en 8 tellen houden. 8, 7, 6, 5. Je mag verder steunen met de andere hand. Wat nodig is, is nodig. En we laten los. We gaan nog een keer 8 tellen houden. 8 tellen houden, heupen omhoog. 8, benen op 45 graden. 6, 5. 4, 3, 2, 1 en zak. Nog een keer. 8 keer. Houden. Blijf. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu gaan we ons heup hef en terug laten zakken. Maar niet tot tegen de grond. Schouder niet doorzakken. Schouder, oren zo ver mogelijk van de schouder. En we gaan 8 keer. 1, naar beneden. 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. 8 herhalen. 8, 7. Je tanden bijten. 5, 4, 3, 2, 1. En andere kant. Dat was al pittig, hè? Voor mij ook, hè? Voor u ook, voor mij ook. Terug, schouder. We zakken niet door. Schouder, oor zo ver mogelijk van de schouder. We heffen zo ver mogelijk de schouder. Benen op 45 graden. Niet op 90 graden. 45 graden. Knieën bijeen. En we strekken, we houden, 8, tellen, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en we zakken. We laten de heupen op de grond en we heffen terug de heupen omhoog. En we tellen weer, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En we laten weer zakken. Nog één keer. En we heffen. En we tellen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En we zakken. Nu 8 keer de heup opheffen en naar beneden. 1 tellen. 1 en terugzakken. 2 omhoog, omlaag. 3 omhoog en omlaag. 4 en omlaag. Nog 4 en omlaag. Nu nog 3. 3 en omlaag. 2 en omlaag. 1 en blijf. 8 tellen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en los. We komen terug in ruglig. We gaan nog één keer de bovenkant van de spieren omhoog brengen. Nog één keer. Nog 8 keer. 8. 7, u mag steunen op de billen, u mag u optrekken op de billen, op de dijen, pardon. En trek u op de dijen. En trek u op de dijen. Naarmate dat je vordert, breng je de handen achter de rug, achter het hoofd. En nog 5. Nog 4. Nog 3.
Nog twee. En laatste maal. En één. En ontspan. Ga op de grond liggen. Rug licht. Helemaal plat. Armen boven. Ontspannen. Oké, diep inademen. En uitademen. De benen en de voeten bijeen. De knieën bijeen. Even naar links en naar rechts. Een beetje alles ontspannen. Alles ontspannen. We brengen de knieën naar de muur toe. De handen naar mij. En we kijken tot waarop je kunt. Hè. Als je tot hier gaat, je hoeft niet helemaal tot op de grond. Hè. Dus tot waar je kunt. We zijn beginners en senioren. Andere kant. We brengen de knieën naar de andere kant. Tot waar je kunt. Armen in tegenovergestelde richting. Kijk van de weg. En terug. Kom recht. We gaan nu een goede strekking doen. We brengen de ene knie over het andere knie. En we draaien naar mij toe. Draai naar mijn twee. Zoveel mogelijk. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We blijven het been houden en we draaien nu naar de andere kant. We nemen met ons hand voet vast en we kijken nu van het scherm weg. Je ziet mij niet meer. Je kijkt van het scherm weg. En daar gaan we ook. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Andere kant. Het been gaat over de andere kant. We pakken de knie vast. En ook hier, van mij weg. Van mij weg. En we tellen ook. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. En kijk nu naar het scherm, naar mij toe. En we draaien nog een keer aan de andere kant. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Kleermaker zit. Is het te moeilijk? Neem je een kussen of een yogablok. En zit je op de yogablok, als het te moeilijk zitten is. Hè? Want we hebben geen zittend cultuur. Hè? Dat is een Oosterse cultuur. Wij zijn Europeanen. Wij zitten meer op een stoel en in de zetel dan op de grond. En we gaan strekken naar zijwaarts. Armen omhoog. En kijk naar uw arm. Goed dat zij kan strekken van uw lichaam. En aan de andere kant. En strek de arm omhoog. Kijk zo ver mogelijk. En we strekken. En we kijken. En terug. We gaan diep inademen. En uitademen. Nog een keer goed diep inademen. En uitademen. We hebben goed onze buikspieren geoefend. We hebben goed getraind vandaag. Zo, bedankt om mee te doen en hopelijk vonden jullie het leuk. En tot dan, tot de volgende. Dag!